Ja, en de vraag is dus wat er nou vanavond gaat gebeuren. Ik praat hierover verder met onze verslaggever Pim Kleber op de redactie. Ja, Pim, we hebben dus gehoord over die nieuwe investeerder die 1 voor 12 bekend werd gemaakt. Hoe reageerden de raadsleden daarop? Ja, heel simpel. Die zijn niet blij. Het besluit aan zich is eigenlijk al spannend genoeg. Zorgt voor heel veel druk op die raadsleden. Daar hebben we het zo meteen verder over. Maar dat zorgt dus al voor heel veel druk. En dan komt één dag van tevoren, voordat dat grote besluit genomen moet worden, komt ineens Mozaka met nieuws wat erop zou kunnen duiden dat het zwembad gered is en dat eigenlijk dat besluit van de gemeenteraad helemaal niet nodig is. Nou, ik sprak er vanochtend over met raadslid Jacques Kremers van ProGulpen Wittem van de oppositie. Die zei het volgende. Waren jullie daar eerder van op de hoogte? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. We hebben gisteren bij jullie in de uitzending gehoord dat een investeerder was die al eerder bij Mozaka betrokken was. Dat ging over die zonnepanelen of die duurzaamheidsmaatregelen. Daar werden ook in details over bekendgemaakt. Dat was ook, moest er allemaal nog uitgezocht worden. Hij schijnt ook bij de investeerders te zitten die in die 170.000 euro. En nu je wens voor alles. Ja, ik vind het allemaal inderdaad een konijn uit de hoge hoed. Ja. Ja, we hebben dus die nieuwe investeerder. Wat betekent dit voor het besluit van de gemeenteraad die zij vanavond willen gaan nemen? Ja, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Nick, dat weten we niet. We weten dat de raad vanavond voor of tegen dat voorstel moet gaan stemmen. We weten dat er misschien ook nog voor uitstel gekozen kan worden, toch nog een keer. Ja, en dat is toch de vraag die vanavond boven de markt hangt. Wat stel je voor vanavond wordt gekozen voor sluiting van het zwembad, maar later dit jaar bijvoorbeeld blijkt dat Mozaka eruit komt samen met de gemeente en een potentiële nieuwe investeerder. Ja, wat is dan nog dat besluit waard? En wat is bijvoorbeeld de juridische houdbaarheid van zo'n besluit? Het zorgt in ieder geval voor heel veel vragen en de hoop is dat er vanavond iets meer duidelijkheid in gaat komen. Ja, nu hebben we het ook wel vaker gehad over de druk die bij de raadsleden ligt. Hè? De raadsvergadering komt steeds dichterbij, die is nu al bezig op dit moment. Hoe gaat het met die druk? Ja, die druk is enorm die op raadsleden ligt. Klein voorbeeld daarvan, ik sprak met een aantal raadsleden. Het zwembad Mozaka heeft dit weekend in een lokale krant in de gemeente Gulpen Wittem een verzoek geplaatst dat inwoners een brief moesten schrijven naar raadsleden. Dat hebben inwoners gedaan. Gisteren stroomde die mailbox vol met zo'n eigenlijk tientallen mails van inwoners, waarin ook wel eens in ferme taal gesproken wordt over raadsleden, over het college. Daar worden vervelende dingen over gezegd, ook persoonlijke aanvallen. Ja, en dat raakt raadsleden toch. Kijk, er zijn allerlei bewegingen in de samenleving en allerlei uitingen die er gedaan worden waarbij de politiek, hè, dus niet alleen het college, in een kwaad daglicht wordt gesteld. Ik zit zelf ook in de politiek, dus ik word ook eigenlijk persoonlijk aangesproken daarop. Hè, van wat gebeurt er? Die politiek, dat zijn zakkenvullers, die zijn daarmee bezig. Ja, ik denk dat je het zo nooit mag zien en dat je eigenlijk altijd de besluiten van een college en een raad los van de personen moet zien. Ja, aldus Jacques Kremers van ProGulpen Wittem. En dankjewel Pim Kleber vanuit de redactie.